sono innamorato di Marina. Roger Sayana. En we gaan de babbelke slaan over niemand minder dan Rocco Granata. Fijn. En weet je nog iets van Rocco Granata? Ja, absoluut. Hij is zo'n beetje aan het begin van zijn carrière bij ons gestart. In Dans in Capri. In 1959. De Capri is gestart in 1958. 58. Met de Expo. Ja. Met twee architecten van landen, Materne. Inderdaad. Ja. En ja, nog een tweede Dimbin-architect, maar die naam ben ik kwijt. En ja, het was dan een beetje de economische boom natuurlijk in die periode. Ja, ja, ja. En zo de Capri is dan gestart. En mijn vader had contact met een artiestenbureau uit Diest, die dan regelmatig voorstellen van contracten te maken met orkesten enzovoort. En op zekere in augustus van dat jaar, 1959, zegt hij, kijk, ik heb hier een jong Italiaan met een orkestje. Heb je er interesse voor? Dan kunt hij voor een aantal weken boeken. Hij heeft pas een plaatje gemaakt en mijn vader voor natuurlijk eerst wat dat kost, het contract natuurlijk. In die tijd was het niet zo werk, maar... Nee, dat viel mee. En vandaar ook de lange boeking die hem... Ik ken de prijzen, dus ik heb zelf gespeeld. Vandaar de lange boekingen die hem dan kon doen. En goed, en ik kwam. En op de kosten tijd was elke zaterdag en zondag dus bal bij ons in de Capri, in de dansing. Ja, ik herinner me dat. Ja, en dat maakt dus dat op de kosten tijd dat plaatje was Marina, in feite de B-kant eerst was, want Manuela was in feite oorspronkelijk bedoeld als de A-kant, het grote geluk. En op de kosten tijd was dat van heen en verre, Slachthuisplein, al die straten rondom waren te klein veilig. Ongelooflijk. Maar ik weet nog één goed, dat had je al een fanclub van het Mechelen stad, dat die elk weekend meekwamen van Luik, van Brussel. En mijn vader had dan de truc van grote boksen, luidsprekers, aan de voordeur te plaatsen om nog meer. Dat was het Lusthof, daar is hij gestart en zat er echt in de vingers van commerce te doen. En heeft dan op de korte tijd ook de Handelaarsbond in landen opgericht, die toen nog niet bestond. En ja, en zo dan Capri en dat was Rocco. Nu Rocco, dat was al die weken, dat was een ongelooflijk optreden en in feite ligt de Capri ook een klein beetje aan de basis dus van de wereldheid van Marina, die nog altijd nu, zeker met de film die uitgekomen is nu. En dan heb ik ook het geluk gehad van Rocco een aantal jaren geleden eens persoonlijk te treffen in IJsden, op een live optreden. En tijdens de pauze dus kom ik in contact met een lichttechnieker en die zegt, ik vertel het verhaal van de Capri. En die man zegt, ja, maar kom mee, dat zal Rocco zeker ons graag horen. Ik zeg, nee, stoot die mensen niet, want we zijn aan het eten in de loge en zo. Ik had niets te zeggen, ik bleef aandringen en uiteindelijk zijn we naar de loge gegaan. En toen ik zei wie ik was, pakte hij mij vast, kreeg ik drie bacio's, drie kussen van hem direct. Oh, ja. En hij zegt, maar dat is niet waar, dit is de zoon van meneer Seinhaver, dit en dat. Nee. Ik herinner me twee zaken zijn uit mijn tijd als beginneling van mijn optredens. Het was de Witte Molen, dat zult u wel zeker kennen. Hè. Inderdaad. Je hebt er ook een optreden. Oh, jaren doorgebracht. Voilà, kijk, de Witte Molen van Aarschot en dat is de Capri uit Landen. En ik kon me perfect, wat ik heel raar vond, perfect beschrijven, de details van het interieur binnen, een halfcirkelvormig podium, met daar die uitgebrande gebliksemde bomen. Hè. En hij zegt ook nog erbij, en het tweede punt zegt hij, dat ik nog herinner van bij u in de optreden, dat was uw moeder zijn. Na ieder optreden waren daar belegde broodjes, was daar taart, verse koffie, en hij zei het drie woorden Italiaans, una vera mamma, een echte moeder zijn. Ja, en dat was een moeder ook, hè. Dat was in feite... Ja, ik ken ze heel goed gekend, die mensen. Enorm zorgzaam voor iedereen. En er waren toch dingen die me zo'n beetje naar de keel grepen toen dat zei zo. Dus daar komt dat boven. Hè. Dus hoe oud zit je nu? Ik ben nu 72. Bij hoeveel ben je thuis? Ik ben thuis. Ja. Met drie. Twee jongens en een meisje. Ja, André en een zus Simone. En drie. Ja, en de Capri is dan in feite overgegeven door de ziekte van mijn moeder, spijtig genoeg, twee zware hartinfarcten gekregen had. En dan is later de rallyclub die het overgenomen heeft, Argus enzovoort. Ja, maar het belangrijkste is dat we iets hebben van dus wat Rocco hier dus, maar dat is geweldig. En dat is dan die eerste accordeon van hem. Ja, in België, in de Colon de Congrès in Luik, met het grote orkest van Joe Calais met 50 man achter ons. En de eerste tv-opname hebben wij bij hem gemaakt. Schitterend. En vandaar vertrokken wij naar Nederland.
En van Nederland naar Duitsland. Ja. Dat was 3 dagen onderweg. Dus, mooie tijd. Mooie tijd. Ja. Heel mooie tijd. Ik heb gezegd, uw moeder, dat was... Ja, dat was al even zorgzaam voor iedereen. Hè. Ja, ja. Dus dat ging, en dat wist je maar niet te vertellen ook. Hè. Dus dat zijn toch dingen die hij als artiest is op zoveel plaatsen in de wereld geweest. Hè, dat hij die kleine details nog altijd wist. Hè, dat en dat en dat. Ja, dat is toch iets wat dan toch deugd doet. Ja, ja. We hebben een tijdje in de loge samen gezeten. En dat was dan toch een heel wagen met babbel. En ja, dat was nog eens zo vertrokken. Dat een veer Italiaan. Jongen. Was een populaire gast. Ja, hij was ook heel minzaam, vind ik. Nee, een hele vriendelijke jongen. Zonder pretentie. Echt. Dat was ook, het zit ook in de film, hè, dat er toch terug naar voren komt. Zo, ja. Absoluut, absoluut. En het ontstaan, hoe die mensen hier gekomen zijn, heel die vanuit het verre Zuid-Italië naar hier, die armoe enzovoort. En, oh, dat was een heel fijne tijd. Goed. In alle geval. Ja, die kom. En terug naar Assen. Ja, met een trein. Dat is ook heel toevallig dat die ook bij ons geweest is. Hè. Ach, ja, alles is toeval. Puur toeval. Hè. Een dubbeltje rol. Ja, en dan weet je niet links of rechts dat gaat vallen. Ik weet nog goed dat een paar maanden nadien, Rocco terug wou contracteren via het artiestenbureau. Dat was niet bedoeld. Nee. En die prijzen waren zo gestegen. Een eiste is opname gebeurd als het bericht komt van de mijn van Massinil. Ah, ja, ja. Dat stukje film is gefilmd in IJsden, aan de kerk. Die kerk die te midden van de cité, van de mijnwerkershuizen ligt. Hè. Dat komt zeker in die film. Dat komt in die film voor. Ja. En dan doe je een vraag met iemand, ja, ik zeg, ik zal komen. En moest dan allemaal zwarte kleren dragen, meer en meer, en van huizen uit. En het was geweldig koud, en ik weet dat we dat 3 uur buiten, het was eind oktober, 3 uur buiten gestaan hebben, voor zusje film van uiteindelijk een paar seconden. Zo gaat dat met die mensen. Maar ja, goed. Maar dan was hij daar ook daar, en dan heb ik gebruikt toen opnieuw een keer, opnieuw. En, hij speelde eigenlijk graag bij ons. Voor heel vriendelijk. En er waren schitterende acteurs bij van Italië zelf ook, die de hoofdrol spelen in de film. Hè. Dat was de laatste dag dat die opnames deden, want die vertrokken Sandra naast hem door in Italië. ik ga door. Ja, meneer, dat is goed. Ik ben heel content. Dat is speciaal voor u gekomen. Ja, want dat is heel vriendelijk. Marina, Marina, oh Marina, sposa. Aan diegenen die mij geholpen hebben aan dat succes van Marina, en dat zijn de mijnwerkers in Waterschei, in Zwartberg en Winderslag. Ciao, de Limburg en hier België. Dank u wel. In Italië speelt bijna iedereen een instrumentje. Iedereen zingt, iedereen is blij. Als vader mij hier toonde het krot waar hij toen woonde, zei hij heel vastberaden. Hier ben je een stranier.